Dan gaan we er naartoe lopen. En dan moet je mij aankijken en zeggen, dit is geen garage. Ja? Maar hij ziet eruit als een garage. Het ziet eruit als een garage. Kan ik gewoon zo zeggen als ik zo Het ruikt als een garage. Ja. Maar er is geen toerist. Het proeft als een garage. Hoe noemt u, wat is dit dan? Nou, het ziet eruit als een garage. Ik begin me echt vreselijk te irriteren aan hoe dat ze nu bezig zijn. Engels school, dekke boot. Ik ben niet hier voor de pingpong te spelen. Ik heb het steeds gezegd en niemand gelooft mij. Ik ga het niet betalen. Dat waren zijn woorden. En toen werd ik link. Monique Schieffing koopt in 2013 een riante hoekwoning met garage in Beverwijk. Er is geen officiële inrit meer naar de garage toe, dus rijdt Monique met haar auto over de stoep. Dit kan niet, vindt de gemeente Beverwijk. Een stoep is een stoep en geen rijbaan. Dus Monique moet maar ergens anders parkeren. Ja, mijn huis die is inderdaad hier aan de spoorsingel en dan het laatste huis, het hoekhuis met het garage ernaast. Nou, het grootste probleem is dat ik niet met de auto bij huis kan komen. Die auto kan ik dus niet voor het huis neerzetten, terwijl je wel voor je huis zou kunnen staan. De gemeente vindt parkeren op een voetpad helemaal geen goed idee. Het heet tenslotte ook een voetpad, het is bedoeld voor voetgangers. Het voetpad wat daar ter plekke ligt, ligt ook vlak bij de huizen. Dus als je je huis uitstapt, wil je niet een auto tegenkomen. Als ik dan boodschap had gedaan, dan reed ik hier langs. Zoals je kunt zien is het een hele brede stoep. En dan zet ik de auto eerst voor de garage neer. En dan gewoon met z'n kont naar de garage deur toe. En dan ging ik alle boodschappen daar uitladen. Nou ja, zoals je ziet kan dat makkelijk. Ik weet dat er in het verleden een soort ventweg heeft gelegen. Maar toen de spoorsingel een drukke doorgaande weg werd, toen is die ventweg opgeheven. En sindsdien is eigenlijk de situatie al zo als die nu is. Nou, dan zet ik hem hier neer. Gewoon voor de garage. Nou, ik heb gewoon een huis met een garage gekocht. Dus ik vind dat ik gewoon met de auto naar de garage moet kunnen komen. En zoals je ziet, het lijkt net alsof het ook zo gesitueerd is dat je je auto hier neer kunt zetten. Waarom niet? Ik snap de vraag wel, want iedereen wil het liefst natuurlijk voor zijn eigen deur boodschappen uitladen. Maar in dit geval vindt de gemeente het echt totaal onwenselijk. Het is gevaarlijk. Een vorige bewoner die had ook regelmatig een auto hier voor de deur staan. En als je met de buren sprak, die vertelde ook dat er in het verleden inderdaad altijd auto's daarvoor hebben gestaan. We hebben begrepen dat het om een invalide voertuig ging, een zogenaamde Kanta. En met een Kanta is het gewoon toegestaan om op de stoep te rijden en ook op de stoep te parkeren. Dus dat was een totaal andere situatie. Ja, er zijn inderdaad wel wat klachten uit de buurt, maar dat komt eigenlijk maar bij één persoon vandaan. Dus bijvoorbeeld dit soort wagens die dan voor de deur staan lange tijd. Je ziet hier ook een heel aantal auto's staan. En dat is echt niet alleen om boodschappen trouwens uit te laden. Dit staat er echt lang. Het is allemaal geen probleem geweest de afgelopen jaren, maar ja, nu dus wel. En dat alleen maar vanwege één klacht van één persoon. Ja, dat is heel vervelend. Het is niet zo dat de gemeente dit doet omdat een inwoner zegt, ik heb last van deze mevrouw. Het is natuurlijk wel een reden dat je zegt van, we gaan een keer met die mevrouw praten. We hebben brieven geschreven van dat het echt niet de bedoeling is dat ze over het voetpad rijdt. Ja, en heel officieel heeft denk ik de gemeente wel gelijk dat je niet over de stoep mag rijden. Maar hoe vaak is het zo dat een garage naast een huis staat, dat je wel over de stoep moet rijden om bij je garage te komen? En dan is het meestal misschien maar 1,5 meter. Ja, bij mij is het toevallig wat langer. Ja, dan moet je de situatie opnieuw gaan inrichten. De gemeente heeft alle mogelijkheden bekeken, omdat we altijd serieus willen ingaan op vragen van onze inwoners. Maar met deze drukke weg voor de deur was een afslag niet mogelijk. Rijden over het voetpad vinden wij ook te gevaarlijk, aangezien de huizen heel dicht daarop liggen. Dus wij zien geen mogelijkheden. Iedere keer kreeg ik keihard een nee te horen. Gewoon een keihard nee. Maar ik had gewoon al het idee, jullie willen het gewoon niet. Ik heb eerst nog een discussie met de gemeente gehad. Die ontkende dat het een garage was. En ze hebben zelfs mijn leveringsakte er helemaal bij gehaald. En er stond al geen garage genoemd, maar praktijkruimte. Nou ja, dan zat ik ook bij de gemeente zo van, als je nou voor mijn garage staat, wat zie je dan?
Nou, als je ziet hoe het eruit ziet, dan zou je zeggen het is een garage. Maar wij kennen het niet anders dan als een bedrijfsruimte waar bepaalde bestemmingen mogelijk zijn. En daar hoort onder andere parkeren in. Maar wij kennen het zelf niet als garage. Het ziet er wel zo uit. Die auto kan ik dus niet voor het huis neerzetten. Dus die moet ik in de Kerkbeeklaan neerzetten. En heel vaak zijn alle parkeerplaatsen bezet en dan zou je hem 100 meter verderop neer moeten zetten, terwijl je wel voor je huis zou kunnen staan. Ja, als je zo'n grote auto hebt, dan zal je inderdaad wat langer moeten zoeken voordat je een geschikte parkeerplek hebt. Ja, dat is een gevolg van de keuze die je zelf maakt. Er staat momenteel ook een auto in, een klusauto. Hij is nog niet af. Hij rijdt nog niet en dat zou ik toch wel graag willen. Ja, nu kunnen we niks meer met die auto, want hij mag er niet meer uit om lekker aan te knutselen en zo. Ja, ik word er inderdaad wel aan de ene kant boos over en eigenlijk is het, ja, een stuk onmacht. Het is toch een ambachtelijk apparaat of zo waar je tegenaan botst. En, ja, daar kom je gewoon niet doorheen. Nou, ik denk dat als je een huis koopt en je hoort dat er een garage bij zit, want dat stond ook in het taxatierapport, dan ga je kijken. En dan denk je, goh, hoe ziet het er hier uit? Kan ik naar die garage dan toe rijden? En dat was niet het geval. Dus ik denk, ja, dan kan je toch niet aannemen dat de gemeente dan nog eens een keer een aantal jaren later toch een weg aan gaat leggen. Of dan gaat zeggen, je mag over het voetpad rijden. Vind ik een beetje merkwaardig. Rijdende rechter, ik eis dat ik met mijn auto de garage in en uit kan. Kan laden en lossen en dat de volgende bewoner ook de garage als garage kan gebruiken. Welkom in de studio beiden. Nou, dat was een pittig verhaal. Ja, klopt. Ik moet wel gelijk zeggen, ik zag de foto's. Ik denk, nou, het gaat niet om één auto. Want ik heb wel 5 verschillende auto's daar op de foto gezien. Ja, dat zijn niet allemaal onze auto's. We hebben een vriendenkring met allemaal oude auto's. En één keer in zoveel tijd gaan we naar een meeting toe. Het is niet dat daar altijd zoveel... Dat is eenmalig geweest. Ja. Maar die foto's zijn gemaakt door? Ja, door mijn buurman. En nou hoor ik u zeggen, van, nou, het is eigenlijk de klacht van één buurman. Klopt dat volgens u ook? Nou, het zijn wel meerdere buren. Het zijn twee huizen die er last van hebben in ieder geval. Die hebben geklaagd bij de gemeente. Van de hoeveel huizen? Vier. Oké, dus de helft klaagt. Ja, ja. En het zijn vriend en vriendin zijn dat die naast elkaar wonen. En die vriendin zegt alles wat hij ook zegt en vindt. Dus het is gewoon één klacht. Zo ziet u het, één klacht. Maar u zegt nou het zijn er twee. Want het zijn heel veel klachten heel van veel. Die mensen. Die mensen zeggen het is structureel, het gebeurt vaak. Ja. En die zeggen van nou, die auto's rijden ook heel dicht langs onze deur. Ja, ja. En het is ja, wel een smal paadje natuurlijk. Hè? Ja, dat maar op het moment dat je dus heel vaak herhaalde klachten krijgt van inwoners, dan gaat u kijken. Dan ga je kijken. En, ja. dan en ga het je is kijken een smal paadje geworden, omdat de buren op gemeentegrond gewoon een stuk tuin gaan maken. En dat gedoogt de gemeentegrond. Je kunt er makkelijk langs met de auto. Maar als ze dat geen niet hadden probleem. Gedaan en je rijdt er dan langs met de auto, dan stap je toch meteen onder de auto. Dat is nog veel gevaarlijker. Ja, het is een hele drukke stoep waar heel veel mensen overheen lopen. Het lijkt bijna wel de Kalverstraat. Nou, het grenst wel aan je voordeur, dus ik vind dat de buren wel gelijk hebben. Dan kan het niet is wel gelijk, rijden. Je komt wel gelijk naar buiten. Ik ja, dat maar hoe vaak rijden er langs? Je gaat naar nou, je hoe vaak rijdt u er langs? Nou ja, nu helemaal niet, want het mag hoe niet. Hoe vaak en normaal, als ik daar zou mogen parkeren, zou het één keer per dag zijn, één keer heen en één keer terug. Want u zegt dat het is altijd gedoogd. Wij hebben nooit het is altijd gedoogd en heeft altijd een auto voorgestaan. Klopt dat? Dat klopt want... niet. Het is niet gedoogd. Daarom hebben we ook meteen die brief geschreven toen ze er een tijdje wonen en de klachten binnenkwamen. En daarom heb ik ook nog nooit een boete gekregen. Nee, maar wij zijn als gemeente Beverwijk niet altijd zo van dat we meteen boete schreven. We hopen dat we het gedrag kunnen veranderen. Al meer dan 25 jaar kan je niet naar die garage rijden. Dus op het moment het dat u kan. De woning kocht... Waarom kan het niet als ik het doe? Nou, omdat het niet mag misschien, omdat ja, het dan beleid is. Het is een stoep, het is een voetpad. Het is geen stoep. U mag ook uw auto in uw woonkamer parkeren, dat mag waarschijnlijk ja. ook van de gemeente. Maar doet u dat? U kunt er niet nou, komen. Nou, zou kunnen wel. Nee, u komt er niet, snap je? Dus dat is een beetje hetzelfde, denk ik, wat mevrouw bedoelt. Ja. Van het mag, u mag alles doen, maar het lukt niet, want er is nee. geen weg ernaartoe. Maar het was dus niet mij bekend dat het niet mocht. Ik heb een aantal gesprekken bij de gemeente gehad het afgelopen jaar. Voor mijn huis is gewoon een heel groot stuk gebied wat je ook anders in zou kunnen richten. Ja. Dus ik kan mij voorstellen dat het op een andere manier ingericht kan worden. Dat het dan wel op een legale manier naar de garage zou kunnen komen. Ja. U bent op dit moment bezig met het herinrichten van dat gebied. Vindt u dat ook een goed plan?
Nee, we hebben serieus met mevrouw gekeken of de oplossingen waren. Juist omdat we nu aan de gang gaan. Hè. Je wil altijd meewerken als inwoners met een vraag komen. Dus dat hebben we serieus gedaan. Toen zei mevrouw, nou misschien kan je de hele Groenpartij dan laten zitten. Maar dat is best wel een brede strook daarvoor. Dat is best een brede strook. Maar ja. We hebben in de gemeente ook echt groen nodig. Ook al voor de water om water op te nemen. Nou, gaan ze gelukkig achter ons huis een hele grote vijver maken. Dus dat komt mooi en een uit. Heleboel mensen u vinden groen ook mooi. Ziet die groenstrook liever verdwijnen? Nee, maar ik bedoel, die groenstrook is een hele rare groenstrook. Het is ook geen mooie groenstrook. Het is raar. Groen ook waarschijnlijk. Ja, maar dat is niet erg. Nee, maar je kunt ook plantenbakken neerzetten. Nou, dat vonden wij te ver gaan. Wij zeggen van een groenstrook is ook belangrijk in de gemeente. Ja. Dus dan gaat het algemeen belang voor het individueel belang. Ja. Of het belang van de buurman. Ja. Daar ben ik nu heel benieuwd naar. Nee, algemeen belang. U bent wel aan elkaar gewaagd hoor, vind ik. Ja, we zijn het niet met elkaar eens. Dus. Nee, we zijn het niet met elkaar eens, maar jullie zijn allebei stevige tantes. Het is goed dat jullie hier staan en jullie krijgen een uitspraak. Meester Reed heeft voor het locatiebezoek een verkeerskundige van het CROW in de arm genomen. Een kennisplatform op het gebied van infrastructuur en verkeer. Ontheffingen. Wie is mevrouw Dorenbos? Ja, heel goed hoor. Ja? Ja. Hallo, dan met u. Monique. Hallo. John Reed. Brutalis. Brutalis. Verkeersdeskundige. Hallo, Jacqueline Dorenbos. Ja. Wethouder? Ja, wethouder. Okay. Nou, mevrouw Schieffink, we staan voor de garage die u graag zou willen gebruiken. Nou, u gebruikt hem ook eigenlijk wel, hè? Nou ja en nee. Ik kan hem nu niet gebruiken. Er staat nu een andere oldtimer staat erin. Wat staat erin? Een Corvair. Corvair? Oh. Nou. Het allerliefst dat ik gewoon ook de auto in de garage kan zetten. Dus dat ik de garage als garage kan gebruiken. Zullen we die auto even gaan ophalen? Ja, nee, dat zijn. U houdt van grote auto's? Ja, en oldtimers. Ja, oldtimers. Dit noemen we ook een oldtimer? Ja. U gaat laten zien wat u ermee wil doen. Oké. Okay. Ja? Ja. Moeten wij eventjes mijn auto verplaatsen? Legt u wel uw ontheffing even in de auto? Dat ga ik maar wel doen, hè. Dank u wel. Alsjeblieft. Indrukwekkend gevaart hoor. Ja. Maar is dit de boodschappenwagen? Nee, dit is niet mijn boodschappenwagen. Dit is de vakantie- en funauto. Funauto. En waarom mag mevrouw hier niet eventjes die auto neerzetten om hem te laden en te lossen voor de boodschappen? Nou, de gemeente Beverwijk wil helemaal niet dat auto's over een voetpad rijden. Daar is het voetpad niet voor bestemd. We zagen net al dat u aankwam rijden met die grote wagen. Eigenlijk vlak langs de huizen kom je ook. Dus wij vinden het helemaal geen wenselijke situatie. Deze huizen zijn hier ooit neergezet door de gemeente met een garage. Het is geen garage, dat bestrijden wij. Het is een bedrijfsruimte. Nou, wacht even. Er zit een garage erin, daar ben ik het mee eens. Oké, wat zegt u? Er zit een garage erin. Maar u zegt dit is geen garage? Zegt u echt dat is geen garage? Nou, het wordt sowieso volgens mij niet gebruikt als garage, maar er is ooit... Daar staat een Corvair in. Ja, die gaat er niet meer uit volgens mij. Maar er was geen toerit ook toen u hier kwam wonen. We even kijken. Mevrouw Doornbos, dan gaan we daar naartoe lopen. En dan moet je mij aankijken en zeggen, dit is geen garage, ja? Maar hij ziet eruit als een garage. Het ziet eruit als een garage? Kan ik gewoon zo zeggen als ik zo Het ruikt als een garage? Ja. Maar er is geen toerist. Het proeft als een garage? Hoe noemt u, wat is dit dan? Nou, het ziet eruit als een garage. Als ik mevrouw van de gemeente goed heb begrepen, dan wordt dit een garage doordat je er met een auto naartoe kunt rijden. En dat kan op dit moment niet. Nee. Ik wil weten of het mogelijk is om hier een inrit te realiseren. Mevrouw CROW, ik wil hier dit in ieder geval... laten opnemen om een mening te vormen over in hoeverre hier een inrit een mogelijkheid is, aanvaardbaar is, aan regelgeving zou kunnen voldoen en de prijs daarvan in te schatten. Oeh, ja. Ja? Oeh, zo'n boeiende, ja. Ja, dus die geef ik u even mee. Dat is goed. Ik wil nog heel even naar de Kerkbeeklaan. Daar komt een keerlus. Hier komt, begrijp ik, een keerlus. Ja, deze parkeerplaatsen worden opgeheven. Dat zijn ook juist de parkeerplaatsen waar we het liefst staan met die grote auto, omdat dan de omwonenden geen last van hebben.
En anders kom je, ja, je kunt het zien, gewoon vlak voor de huizen te staan. Ja. Er zijn natuurlijk nog heel veel parkeerplekken in deze straat. Nou ja, ik weet niet wat de parkeerdruk is. U zegt het is rustig. Nou, het is een blauwe zone. Dat betekent dat het centrum, de mensen hier niet zo gauw gaan staan. Want je mag hier maar tijdelijk staan, een paar uur per dag. Mm-hmm. En ja, we hebben geen klachten uit de buurt dat er te weinig parkeerruimte is. Ik moet even met de bewoners gaan praten hier. Heeft u klachten? Want ja, en ik niet alleen. En vooral s'avonds, als ik inderdaad uit mijn werk kom, of ik ben s'avonds aan het sporten of zo geweest en ik kom terug, staat het hier altijd vol en sta ik helemaal aan de andere. We wonen hier in Beverwijk, een stad met 40.000 inwoners. Elke straat staat redelijk vol, maar dat wil niet zeggen dat de parkeerdruk te hoog is. Nee, maar het is wel lastig als hij helemaal aan de andere kant staat en je moet met spullen lopen sjouwen. We zijn in Beverwijk ook met andere dingen bezig, alleen parkeren. Want daarom zijn we ook die groenpartij hier voor uw huis. Die wordt ook prachtig doorgetrokken. Een paar parkeerplaatsjes erbij en dan is het opgelost daar. Ja, dat past hier gewoon niet. Gaan we het zo verder over hebben? Ja. Heb ik hier genoeg gezien? Zie ik u graag terug op de hoorzitting. Er ligt hier een behoorlijke tegel op tafel. Ja, klopt. Daar wilt u iets mee. Nou, zoals je zag zijn ze druk bezig met de omgeving aan het herinrichten. Ja. Ja. En tot mijn stomme verbazing lag deze grote jongen zowel voor mijn stoep als voor de garage bij de hele oprit. En dit is dus geen stoeptegel. Dit is geen stoeptegel? Dit is een rijtegel. Dit is een rijtegel. Ik kijk er helemaal niet van op, want het is natuurlijk ooit, er is ooit een toerrit geweest. En ik kan me best voorstellen dat ze in die tijd die tegels daar toen hebben neergelegd. Dus u blijft ontkennen, ondanks alles, dat deze tegels er liggen? Nee, natuurlijk niet. Dat er is die tegel mee. Dat er inderdaad wel allemaal auto's steeds gestaan hebben. Maar ik ken dat helemaal niet. Dat er ooit gedoogd is dat we daar dan niet mochten rijden? Ik zeg dat wij als gemeente Beverwijk niet willen dat mensen over het voetpad rijden. Ja, het is geen langs voetpad. De huizen. Ja. Nou, die tegel zeg maar op zich niks. Het is ingericht als voetpad. Een rijpad. Het is natuurlijk wel wonderlijk dat er zulke zware tegels zijn. Ik wist niet eens dat we ze hadden in de gemeente Beverwijk. U heeft ik heb hem nog niet eerder gezien. Ze zijn van u. U mag hem straks mee naar huis nemen, want het is uw tegel. Wat ik wel nog even met u wil bespreken is, u zag ook dat het best wel lastig was om met de auto zo hier langs uw stoep te rijden. Ik zou dat ook niet fijn vinden. Zou u dat fijn vinden? Nee, niet, en vooral niet als het dagelijks gebeurt. En, nee, dus u snapt wel dat mensen dat onprettig vinden. Maar bedenk iets zodat ik dan op een veilige manier bij mijn garage kom. Want ik heb gewoon een garage bij mijn huis. Maar de vraag blijft, waarom vindt u dat u daar recht op hebt? Omdat ik een garage bij mijn huis heb. En de gemeente heeft zelf ooit die huizen daar neergezet met garage. Dat is op zich een logische gedachte. Zo vindt u dat ook? Nee, ik vind het nog steeds niet logisch. Als je in 2013 iets koopt wat dan al vanaf 1991 niet meer met een auto ingereden kon worden, dan denk ik van waarom begin je daar dan nu over? Dat ontken ik dus aan alle kanten. Waarom dan in 2018? Dit probleem waarvan wij zeggen, wat is nou het probleem voor die paar boodschappen? Nou, voor mevrouw is het een probleem, dat heeft ze duidelijk gemaakt. Het is waardevermindering van mijn huis als ik mijn garage niet meer als garage kan verkopen. En dan kan de gemeente er heel makkelijk overheen stappen, maar mij doet dat wel wat. Maar dat was al zo op het moment dat u het was niet zo. Ik zie ook echt dat u boos bent. Ja, ik word hier echt heel... Wordt steeds hoe kun je nou ontkennen dat een garage geen garage is? Wat is dit nou voor discussie? De waardevermindering. Ze had hem dan dichtgemetseld. Ja. Misschien heeft hij het huis wel daardoor goedkoper gekregen, omdat er toen al geen garage meer was. Ik heb hem daardoor niet gekocht. Hij is gewoon als garage verkocht. Ja. Hoe moeilijk is dat te begrijpen? Maar kan het zijn dat u iets verkocht is wat uiteindelijk dus niet klopt? Dat de fout ergens anders ligt? Nee, er is gewoon gesproken altijd over garage. Ja. Spannend allemaal. De collega's van de gemeente Beverwijk zijn het volledig eens met de wethouder. Maar volgens de vriend en een buurvrouw van mevrouw Schievink moet zij prima met haar auto over de brede stoep kunnen rijden. Voor mij is de garage. Dat heb ik ook met kippen. Als ik zie, het is een kip. Je braadt het en het smaakt naar een kip. Zal het waarschijnlijk wel een kip zijn. Zo zie ik de garagedeur ook. Ik vind dat je niet meer de stelling kunt behartigen dat je altijd voor je deur de auto kwijt kunt. Het is echt niet meer mogelijk om je auto voor de deur of soms in de onmiddellijke omgeving in dezelfde straat te kunnen parkeren. Ruimte is gewoon te beperkt in Nederland. Dat gaat niet meer. Ik vind bij een huis de garage, dan moet je bij de garage kunnen. En vroeger hebben daar altijd auto's gestaan. Ik heb meerdere gesprekken met verschillende bewoners gehad. De bewoners die daar wonen, die willen gewoon geen ruzie met elkaar. Dus ze hebben het eigenlijk altijd getolereerd, maar ze werden er absoluut niet blij van. Er zijn twee beroepsklagers in de buurt. Die willen andere mensen opleggen wat we mogen en wat we niet mogen. Ja, ik heb daar wel gesleuteld. En dat vond de handhaving ook goed.
Daar zei ze ook van, want dan had de buurman gebeld. En dan zei ze ook, oh, je bent lekker aan het knutselen. En er was niks aan de hand, nooit. De gemeente zou toch een oplossing moeten zoeken voor hun om bij de garage te kunnen komen. Lijkt mij. Ja, ik denk dat de rechter hetzelfde ziet als dat wij zien. En dat is een stukje wet, een stukje wetgeving. En daar moeten wij ons als gemeente aan houden. En de rechter denk ik ook. Goed, ja. En u dan misschien ook, als het niet doorgaat voor u. Ja, wat doet u dan? Ja, dan zal ik ook een kant aan moeten schaffen, denk ik. Nou. Of meerdere. Wordt spannend allemaal in Beverwijk. Hoe gaat u dat dan handhaven? Ik weet niet of mevrouw dat helemaal serieus meent. Ik vind het wel ludiek. U vindt het wel ludiek. Goed, we gaan naar de hoorzitting. En daar bespreekt meester Reed alle mogelijkheden hoe mevrouw Schiefink toch met de auto bij haar garage zou kunnen komen. Welkom in Beverwijk in de gasthoeve Adrichem. En aan de orde is de zaak van Schiefink tegen de gemeente Beverwijk. U zegt, ik mag daar parkeren van het bestemmingsplan. Ik kan daar parkeren, want ik heb een garage. En ik heb een huis gekocht waarvan de makelaar en de taxateur zeggen dat er een garage bij zit. Vat ik het even samen, dan moet ik ook van die garage gebruik kunnen maken. Dus dat is de... Ja. Breng ik dat naar de gemeente en zeg ik, hoe kan dat nou? Maar hoe kan het nou dat ze toch niet kan parkeren? Nou, omdat er heel lang geleden daar een herinrichting heeft plaatsgevonden, omdat het een doorgaande weg is geworden. Dus dat is al in de jaren 70 gebeurd. Dus eigenlijk al die tijd was het geen garage meer. Ja, je kan er een auto in hebben staan, maar je kan er niet naartoe rijden. Dus u zegt, het ziet er alleen nog maar uit als een garage. Ja. Maar sinds de jaren 70 kan je hem niet meer voor de stalling van je auto, in ieder geval niet rechtmatig, voor de stalling van je auto gebruiken. Precies. Zolang je er niet in kan rijden, lukt dat niet. Ja. Maar het is toch heel vaak zo dat naast een woonhuis een garage is en dat men eerst een stukje over de stoep moet rijden om in de garage te komen. Al die mensen die worden toch ook niet gewezen op het feit dat ze niet in hun garage mogen komen. Nou, ik denk dat de mevrouw van het CROW dat beter kan vertellen, want die heeft het ook over een woonpad. Hier zijn echt woningen aan. Ik kijk naar u. Ja. Dan hebben we het over een inritconstructie. En dat gaat direct naar de openbare weg toe en niet via een pad wat voor voetgangers bedoeld is. En dat gebeurt heel vaak, ja. Maar daar lopen toch ook mensen? Dat is een andere situatie als haaks. Dus dan steekt die auto het pad voor de voetgangers over. En dit is het meerijden met de richting, de looprichting van de voetgangers. Die mensen die de huis uit willen lopen, komen op dat voetpad uit. En dat is niet fijn dat daar in dwarsrichting, dus dat daar gewoon auto's heen en weer rijden. Het gaat om één auto, hè, die heen en weer rijdt. En ik ga niet de hele dag heen en weer rijden. Ik wil u daar toch even confronteren. U weet dat uw buren stiekem foto's maken. Nou ja, dat zijn we onlangs achtergekomen, ja. En hier zie ik toch een file, zoals we die ook... Ja, we hebben heel veel vrienden met inderdaad allemaal oude Amerikaanse auto's. En toen zijn we een keer naar de meeting gegaan. En toen hebben we dat een keer allemaal bij ons voor opgesteld. En toen zijn we met z'n allen weg. Dat was deze foto. Dat is één keer gebeurd. Dit is niet elke week dat de stoep helemaal vol met ronkende achtcilinders staat. Ik wou eraan toevoegen. De mensen u bent de partner van mevrouw Schiefink? Ik ben een goede vriend, ja. Goede vriend? De partner. Huisgenoot. Nee, want ik heb eigen huis. Dus. Ik hou mijn mond. Het is leuk dat hun weinig ruimte hebben, maar hun hebben zelf een tuintje gecreëerd, wat eigenlijk ook niet mag. Aan de voorzijde? Aan de voorzijde, de tuintje. Waarmee ze het woonpad hebben versmald? Eigenlijk wel. Dus ja, dan denk ik, ja, dan hebben ze wel minder ruimte om te lopen langs de auto's. En we hebben nu natuurlijk de situatie dat de leefomgeving opnieuw wordt ingericht, waarvan ik zoiets heb van, nou, gaan we, dan kunnen we gaan kijken met z'n allen... Aan oplossingen alleen. Aan oplossingen, ja. En dat is heel mooi, want de gemeente heeft gekeken naar een oplossing voor mevrouw Schiefink. Oh ja. Is goed naar gekeken door onze eigen verkeersdeskundige. En dat is beoordeeld als niet veilig. Nou, ik heb er zelf een verkeerskundige. Ik zou zelf altijd verkeerskundige zeggen. Oh, ja. Zijn daar richtlijnen voor dat wanneer een inrit wel en niet veilig is? Ja, dat klopt. In Nederland hebben we zo'n beetje alle wegen gecategoriseerd. En de spoorsingel behoort tot de categorie gebiedsontsluitingsweg. Dat betekent dat daar heel veel verkeer over gaat rijden met ook een redelijke snelheid. En dat dat verkeer niet bedacht is op onverwacht afremmend verkeer om een inritconstructie in te gaan. Dus in de CROW-richtlijnen staat ook bij een gebiedsontsluitingsweg geen particuliere aansluitingen. Alleen maar zijstraat. Dat is harde taal. Maar ik denk dat er ook andere oplossingen zijn. Het hoeft niet direct van de spoorsingel, het kan ook van de Kerbeeklaan. Nou, we hebben er gestaan, er is wel bijzonder weinig ruimte. We willen ook toch nog een stukje groen houden. Hè. Dus ja, het is echt bijzonder smal om daar dan een weggetje met parkeerplekken te maken. Ik zie dat echt niet voor me. En mevrouw van de CROW?
als u zo de situatie bekijkt? Ik vind het goed dat u die vraag stelt. Normaal stel ik hier de vraag. Ik zie het door de vingers. Je zou kunnen bedenken dat daar een woonerf gemaakt wordt. Een erf noemen we dat dan officieel. Met dat bord met dat spelende kind en een huis en dat. Dat betekent wel, want nu is dat pad te smal voor auto. Hebben we het hierover? Ja, want bij een woonerf... U zegt dat dit tot woonerf dat bestempeld wordt. Nou, dan moet je toch rekenen aan... Daar is een reconstructie en een zwaardere fundering omdat daar auto's over gaan rijden. 20.000-30.000 euro. Schrikt u daarvan? Ik schrik daar heel erg van. Ik schrik daar echt heel erg van. En dan denk ik, mevrouw Schriefink is de enige daar in de straat die graag op de stoep wil parkeren. Op de stoep, hè, voetpad, woonpad. Nee, ze zegt in de garage. Ze zegt ik wil laden en lossen op het fietspad. Ik wil gewoon gebruik van mijn garage kunnen maken. En daarnaast zou het mooi zijn als ik daar ook nog zou kunnen parkeren. Nou, wat ik begrijp is dat mevrouw eigenlijk gewoon aan auto's eigenlijk voor de deur wil zetten om die daar af en toe gewoon daar uren te kunnen laten staan. Want er staat een auto in uw garage. Er staat een auto in uw garage, dus er kan ook geen auto bij. De huidige auto gaat er ook niet uit. Ik mag er toch niet naartoe rijden. De huidige auto kan er ook niet uit. Waarom niet? Ja, die ken ik er zo met de trailer. Oh, kan je gewoon rijden, die auto? Ja, ik rij maar op. Oh, dus rijdt die Corvair, die kan er niet rijden, hè? Een motorblok rijdt, maar normaal... Maar als wij een dag een ontheffing krijgen, kan ik hem zo op een trailer zetten en kan hij eruit. En kan maar daar krijgt hij wel een ontheffing voor, hoor. Ja, om hem eruit te halen en hem nooit meer terug te plaatsen, wil ik met alle liefde een ontheffing uitschrijven. Ik mag hem eenmaal eruit halen, is me verteld. Nee, ik vind echt als we zo gaan praten dat we een woonerf zouden moeten maken, omdat mevrouw een situatie die ze heeft aangetroffen toen ze het pand gewoon kocht en ze heeft het ook bezichtigd van tevoren. Ik heb een huis. Het was heel duidelijk gekocht dat er een voetpad lag, mevrouw. Dus omdat de gemeente dan nu in uw opdracht voor heel veel geld een hele andere inrichting moet maken, waar ook de buurt ook totaal niet over geraadpleegd is. Ja, ik vind het een hele vreemde oplossing. De gemeente die gaat ook gewoon die ventweg weghalen. Gewoon? Ja. Denkt u dat dat gewoon is gebeurd? Nou ja, nu wordt er inderdaad ligt ook de boel op de schop. Dus ik heb zoiets, het is toch een ideale situatie om nu hierop in te spelen en juist tegemoet te komen. Het is een ideale situatie om te kijken of de mogelijkheden waren. Ja, dat heeft de gemeente gedaan. Hè? Dat hebben we gedaan. Dat hebben we ook net uitgelegd. We hebben gekeken of er toch een afslag zou kunnen komen. Nee, is veel te gevaarlijk en dat was maar de enige ben ik met oplossing. U eens. Ja, en dan houdt het eigenlijk voor de gemeente daarna gewoon op. Nou, dat vind ik een mooie afsluiting. Ik heb genoeg gehoord. Ik ga erover nadenken. En ik zie u graag terug in Slot Zeist. Klagen uw buren ook over u bij de gemeente? Of heeft u een heel ander probleem waar u meester Reed voor nodig heeft? Meld u zich dan nu aan, want wij lossen het heel graag voor u op. En dan nu het antwoord op de vraag. Mag mevrouw Schriefink met de auto bij haar garage komen of niet? Hier is meester Reed. Uitspraak in de zaak van Schriefink tegen de gemeente Beverwijk. De aanbouw naast uw woning is onmiskenbaar een garage. En een garage is volgens de Dikke van Dalen een plek om de auto te stallen. En het bestemmingsplan zit u niet dwars. Het mag. Van de gemeente mag het echter niet. Het stuk grond voor Schriefinks woning heeft de status van voetpad. In de volksmond stoep. En rijden over de stoep is verboden. Dat kunnen we allemaal nalezen in het reglement, verkeersregels en verkeerstekens. Maar ik heb uitgezocht of u toch rechtmatig uw garage kunt bereiken. Op grond van de regels kan het dus niet, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Een uitrit. Ik kan de uitrit naar de spoorsingel weer laten openmaken, maar u ziet beide de onwenselijkheid hiervan in. Het is niet veilig. En bovendien komt de doorstroming van het verkeer echt in gevaar. Een woonerf. Moet u een woonerf krijgen met parkeervakken? Mevrouw Schriefink, u heeft niet gesteld dat de andere bewoners van uw straat hierop zitten te wachten. En het is mij ook niet gebleken. En bovendien kost het veel belastinggeld, zo'n 20.000 à 30.000 euro. En uw belang is in deze zaak ondergeschikt aan het belang van de andere burgers van Beverwijk. Gemeente, u hoeft dit niet te doen. Maar heeft u dan misschien recht op een permanente ontheffing? Dat u altijd over de stoep kunt rijden? Nee, ik vind dit te onveilig. U krijgt dus niet gelijk. Uw garage is slechts incidenteel bereikbaar en alleen als u in het bezit bent
van een tijdelijke ontheffing, zoals bij het locatiebezoek. Dit is mijn uitspraak en zo zit het. Ik zie de teleurstelling in uw ogen. Ja. Ja, u had het ook niet verwacht. Nee. Nee. Nou, u had gelijk. Nou ja, gelijk. Ik ben wel blij dat de rechter dit niet toestaat. Want anders zouden we in meer plekken in Beverwijk deze aanvraag krijgen. Dus. Ja. Goed. Dit was de rijdende rechter. Bedankt voor het kijken. En wij zijn er weer over 2 weken. Dag. Hoe kun je nou ontkennen dat een garage geen garage is? Wat is dit nou voor discussie? Ze had hem dan dichtgemetseld.